Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en wij spelen wederom Disney's Epic Mickey. In de vorige aflevering hebben wij Boris Tronic verslagen. Zijn signaal helemaal verspreid over Morgenstad. Iets wat Boris Boef niet helemaal leuk vond. Daarnaast hebben we ook Marcus moeten bevrijden van een stel spetters. En dat hebben we gedaan door ze te... wel, op te lossen. Wat ik wel realiseerde in de vorige, bij het editen van de vorige aflevering, is dat ik Oswald zijn mening daar nog niet over gevraagd heb. Wat vond hij ervan, hoe ik dat aangepakt had? Ja, dat dacht ik al. Je hebt ze met Tinder bedolven. Ach. Maar ja, het boeit ook niet wat hij ervan vindt. Want in deze aflevering gaan wij door naar de piraten en door naar... wel? Ventureland. Voor het tweede raketonderdeel. Ja, hier, ondanks dat ik niets te halen heb hierboven. In dit gebied, want ja, normaal ga je de hoge route nemen als je de een of ander, hoe moet ik zeggen, de... oh ja, een filmrol wilt hebben. Maar hier is de hoge route ook de meest veilige route en de snelste route. Dus, want anders moet je wachten totdat die kokosnoten weer vallen en dan... waardoor raad ik aan om hier altijd de hoge route die kant op te nemen. Andere kant op, dat is een gevalletje apart. En welkom terug in Ventureland. Waar de piraten van Peter Pan zich momenteel zijn schuilen voor de gemene kapitein Haak. Wat een beetje vreemd klinkt, aangezien de piraten juist aanhangers van kapitein Haak zijn. Maar Smee hier zal ons daar wel meer over vertellen. Nadat wij deze e-ticket hebben gehaald en deze stroomstoot nog eventjes uit de bosjes vissen. Want uiteindelijk zullen wij toch nog 15 stroomstoten nodig hebben om naar het moeras Welbehagen te kunnen gaan. Maar zullen wij dan eens aan Smee vragen wat er, of ja, vetje in de Nederlandse taal. Wat er daadwerkelijk aan de hand is. Iets wat we toch al weten. Juist, we moeten weer naar Tortuga gaan. Maar zoals Vetje al zei en zoals we de vorige keer al gezien hebben, is de deur naar Tortuga wel
afgesloten. Er zijn drie schipsonderdelen nodig. Eén is de stuurrad, die heeft Tiki Sam. Het tweede heeft Zoute Daan, een boegbeeld. En het derde scheepsonderdeel is bij Pietje Scheurbijk. Dat is een kompas. Hoe die dingen samen gaan is me nog steeds een raadsel. Maar ja, we zien het wel. Ik vraag me alleen af hoe kompas en dergelijke... Ja, het is een beetje vreemd hoe dat als deursleutels kunnen fungeren. Maar goed, we hebben weer drie missies te volbrengen. En drie personen wiens dag we moeten veranderen. Ja, dit is progressie, dus hier kun je niet echt omheen. Al is er wel eentje bij die erg interessant... waarbij je een interessante keuze kunt maken. Ja, we hebben het kompas nodig. En natuurlijk, hij wil weer dat wij naar de boomhut gaan om daar zijn schat te halen. Hij durft niet te klimmen, maar hij heeft wel de boomhutsleutel. Wauw. Wauw. Oké. Okay. Laten we dan, voordat we de boom inklimmen, ook maar eventjes de missie krijgen van Tiki Sam. Om zijn maskers op te halen. Want als je goed kijkt, zie je nu dat de achterkamer leeg is. Welkom in de Tiki Hut, ik ben Tiki Sam, Tiki kennen, ja, stuurrad. Yep. En de maskers, die moeten we ook weer hebben. Dus als we alle drie de maskers vinden, dan kunnen wij... Wel, krijgen we het stuurrad in ieder geval terug. Laten we dan maar eerst beginnen met ons rondje hier langs te gaan. En dan eindigen we wel in die boomhut. Zoute Daan haal ik op dit moment nog niet, want ja, zijn missie brengt ons eigenlijk buiten Ventureland. Daarvoor moeten we weer terug uit naar, terug uit naar de Onthoofdstraat. Niet zo ver dit keer als helemaal naar de Oststad. Nee, Onthoofdstraat is meer dan genoeg. En, oh ja, laten we haar dan ook maar eens eventjes gedag zeggen. Hallo Katrien. Alsof zij... wat een klein beetje egoïstisch, hé, Katrien. Ook Goofy is het wel waard, hoor. Om gered te worden. Maar... nu is het dan tijd om... de boomhut in te gaan. Maar niet voordat we eerst hier nog... wel onze 12e stroomstoot... krijgen... Die hebben we ook nodig. En als ze toch voor het oprapen liggen, ja, waarom niet, hè? Hierachter liggen nog wat e-tickets. Ons tweede masker. Ah, oh, het ligt hier allemaal voor het oprapen. Dus we kunnen... Ik ben een beetje laat, Guus. Natuurlijk wil ik daar naar binnen. En hier hebben we dan weer de schat van Pietje. Hij wil zijn teddybeer terug. Ah, oh, het is maar zo'n klein knuffelbeestje, hè?
Maar goed, ik kan me het wel voorstellen. Ik zou mijn schat ook wel terug willen hebben als het een knuffelbeestje was. Want ik ben ook wel een beetje gehecht aan mijn knuffelbeestjes. Tenminste, ik had Nijntje vroeger als een knuffelbeestje. Heb ik nog altijd hele goede herinneringen aan. Ja, we gaan dadelijk terug naar Tiki Sam. Maar eerst eventjes Pietje zijn kompas ruilen met zijn schat. Dank u voor het kompas. En wij kunnen weer verder. We hebben nog het stuurrad en boekbeeld nodig. Ja, dat weten we. En het stuurrad gaan we nu ook ophalen. Ja. Oké, Tiki Sam. Wij hebben je drie maskers teruggevonden. Mogen wij nu jouw stuurrad weer terug hebben? Oké, dank u wel. En wederom, als we hier achter kijken, kunnen wij weer zien als de teller heel snel omlaag gaat van de maskers. Dat die maskers hier achter hangen. En het is alleen maar eventjes gewoon heel snel. Hierachter zit de ingang. Ja, ik wil de vooruitkamer in. Deze maskers zijn toch een stuk groter dan dat ik ze hier in de Ventureland oppakte. Maar ze zien er wel gaaf uit, moet ik zeggen. Maar goed, we hebben nog één onderdeel van de sleutel nodig. En daarvoor moeten we bij Zoutedaan zijn. Dus laten we maar eens wederom aan Zoutedaan vragen wat hij wil hebben. En natuurlijk weten we dat hij verliefd is. Hij zou graag ijs of bloemen willen hebben om een dame te, wel, het hof te maken. Vorige keer hebben we hem geholpen om dit te doen. Dit keer, nou, laten we zeggen, het zal eens wat anders worden. Alleen, dat gaat ons wel het nodige kosten, namelijk. Kijk, de vorige keer kwamen we er gratis van af, zonder enige e-ticket eraan te hoeven te besteden. Deze keer, natuurlijk, je zou het ook haar kunnen vragen, Zoutedaan. Zoutedaan hadden het ook haar kunnen vragen wat ze leuk zou vinden, ijs of bloemen. Bloemen vindt zij hier heel erg leuk. En wederom ijs. Nou, ze is lactose intolerant. Voor een koe. Wat eigenlijk niet zo vreemd is. Koeien eten namelijk voornamelijk gras en drinken water. Melk is eigenlijk meer iets voor, ja, baby's en kleine kinderen. Maar laten we dan nu maar terug naar Onthoofdschuit gaan. En de weg terug uit. En jammer genoeg kunnen we hier niet. Auw! Dat bedoel ik dus waarom dat je in dit gebied toch liever de bovenroute wil nemen. Want je moet hier wachten totdat die kokosnoten toch enigszins vallen. Want als je te snel probeert te gaan, heb je de kans dat je een kokosnoot op je kop krijgt. En dat is niet zo leuk. En dan zijn we weer terug. Kunnen we weer ijs gaan halen. Natuurlijk, voor de ijssalon moeten we, nou ja, voor het ijs moeten we hier in de ijssalon zijn. En
We gaan niet alleen ijs halen, want er is iets wat we eigenlijk ook nog... Ja, wat ik eigenlijk een beetje een hele tijd heb uitgesteld. Die hadden we al eerder kunnen halen. Maar... We kunnen hier ook ons maximale leven verhogen. Dit is geen nieuwe upgrade, want dit is dezelfde upgrade als dat je... de vorige keer hebt kunnen kopen. Natuurlijk moeten we ook de ijs hebben deze keer, niet de bloemen. Dit keer is het ijs. En ja, als je wat te bieden hebt. De meeste upgrades die je toch wel kunt kopen, zijn vaak upgrades die eigenlijk al eerder hebt kunnen kopen. Vooral met even weggaan. Vooral met betrekking tot levenspunten. Zul je hier bij deze speelsessie zien dat we eigenlijk vrij weinig upgrades hebben. Dus een aantal plekken waar je heel vaak geraakt kan worden en waarbij je ook heel, ja, waar het lastig kan zijn. Kan het dus zijn dat je daar wat meer moeite mee hebt. Extra levenspunten zijn namelijk een beetje een schaarste, omdat we niet zoveel missies doen om, ja, personen blij te maken. En daarom we ook niet zoveel missies hebben om... Ligt die daar nou nog steeds? Dat was me nog nooit opgevallen dat hij er zo bij ligt. Is hij daar te slapen met de duim in de mond? Is me nog nooit opgevallen. Wat je per speelsessie wel niet opnieuw leert. Maar goed, wat ik wilde zeggen is dat we, ja, eigenlijk veel minder missies doen om ook levenspunten erbij te verdienen. Dus daarom is deze tweede speelsessie toch wat moeilijker dan de eerste. Want we doen eigenlijk meer nare dingen dan goede dingen. Maar goed... Voordat we iemands dag gaan verpesten, wil ik eerst jullie aandacht even hierop vestigen. Dit is het hoofdmenu van het spel. En je kunt daarbij kiezen om het spel te starten, wat wij continu gedaan hebben om het spel te spelen. Maar ook extraatjes kiezen. Onder extraatjes zie je dat eigenlijk iedere save game die je hebt, en het spel dat wij op dit moment aan het spelen zijn, is deze middelste. Iedere save game heeft zijn eigen extra's en deze extra's die je hier kunt zien, dat zijn eigenlijk vier onderdelen. Je hebt hier conceptstukken. Dit zijn die concept art die we overal vrij hebben gespeeld. Je hebt twee tekenfilms waarbij je echt... Volledige mini-tekenfilms. What a Night. En The Mad Doctor. Van Mickey en Oswald. Credits. Nou ja, deze tekenfilms hebben wij dus vrijgespeeld op het moment dat we genoeg filmrollen in hadden geleverd. Credits, ja, die heb je vanaf het begin. Dit is gewoon de eindcredits. Maar eigenlijk het belangrijkste wat ik jullie wil laten zien is hier. Dit zijn de filmpjes. Dit zijn alle tussenfilmpjes die wij... tijdens het spelen hebben gekregen. En als je goed kijkt, hebben wij 38 van de 39 filmpjes vrijgespeeld. Juist, ja. Tijdens het spelen van één speelsessie krijg je niet alles te zien. En dat komt omdat één film, een tussenfilmpje, of beter gezegd twee tussenfilmpjes, afhankelijk zijn van welke keuze dat je maakt. Dus afhankelijk van het keuze dat je in het spel maakt, krijg je één van de twee te zien. En die andere krijg je pas te zien als je die andere keuze maakt in de vervolgende speelsessie. Dit is zo gaaf en ik wou dat ze dit zoveel meer hebben gedaan. Want... ja, conceptuele vormgevingen kun je in één speelsessie alles vrijspelen. Het was alleen mijn stomme tijd dat ik dat niet had gedaan. En tekenfilms kun je ook in één speelsessie vrijspelen.
Maar gewoon dit. Vrijspelen van tussenfilmpjes. Ik wou dat... Er is maar één situatie waarbij dit voorkomt. En ik wou dat ze dit vaker gedaan hadden. Want het is zo gaaf. Het is dan nu eens tijd om iemand zijn dag weer eens te gaan verpesten. Ja, we gaan het ijs aan Daan geven. Ja, je zou het misschien al wel gemerkt hebben. Dit was het laatste filmpje dat wij nog moesten krijgen. Dat we nog moesten unlocken. 50 i-kaartjes. Nu kunnen wij nu die boegbeeld kopen. Eerst moesten we al voor 100 i-kaartjes een ijs halen. Dat hij uiteindelijk zelf op had. En nu kunnen we 50 i-kaartjes een boegbeeld kopen. Ja, deze route is hierin niet zo best. Daarnaast dat het ook niet zo best is als ik deze al niet had gehad. Het is niet mogelijk om hier tussen te kruipen om dan die schatkist te kunnen openen. Zoute Daan zal er voor altijd voor blijven staan. Dus die speld die hierin zat, hadden wij... Ja, kun je dus... Als je die nog moest hebben, kan je die nu niet meer krijgen. Maar goed, we hebben nu alles... Hoe moet ik het zeggen? Onderdelen. Dus laten we Smee maar eens weer wakker maken. Alle onderdelen zijn verzameld. En dan kunnen we weer door naar... Kapitein Haak. Want de deur wordt geopend. En ik heb nog steeds geen idee wat het kompas eigenlijk voor nut heeft. Het boegbeeld staat springen en het stuurrad draait rond. Maar het kompas? Ja, en ligt hij nou nog steeds te slapen? Oké. Okay. Ja. En nou ja, wat ik ook al eerder wilde zeggen is, ja, met deze laatste tussenfilmpje hebben we nu dan ook alle tussenfilmpjes verzameld. Het is een beetje jammer dat je niet vaker van deze keuzes hebt waarbij je weer eigen tussenfilmpjes of nieuwe tussenfilmpjes kunt krijgen. Dat je toch dat meer dat soort keuzes. Het is een van mijn favoriete delen in dit spel. Het is zo jammer dat dat niet vaker gedaan is. En dan gaan we naar mijn minst favoriete projector toe. En... Wait, what? De reden dat dit mijn minst favoriete projector is, is omdat... ik altijd hier mijn eerste levenspunt verlies. En nu word ik gewoon normaal op de plank afgezet. What? Dat is me eventjes een portie vreemd. Ja, ook hier weer is de hogere route iets wat minder gevaarlijk. En... Klopt dat? Ja, ik heb 34 filmrollen. En deze heb ik toch al een keer gehaald? Ik heb nog steeds 34 filmrollen. Dan heb ik geen idee waarom dat daar een filmrol was om nog steeds te halen.
Er zijn een beperkt aantal piraten te vinden, maar dat zo snel al dezelfde piraat in het spotlicht komt te staan, vind ik ook wel geinig. Er worden wel een aantal piraten behoorlijk hergebruikt, maar dat is aan de ene kant ook weer niet erg. Ja, Billy. Deze keer moeten we wederom zijn spullen terughalen. Weer een goede daad dat we moeten doen, alleen al om progressie te maken. Maar... dat zullen we vrij snel kunnen doen. Want dat is ook weer niet zo moeilijk. We hebben niet zoveel missies hier te doen, dus we zullen hier ook... wel... denk ik wel redelijk snel doorheen gaan. Oh, die zingt ja... en nu moet ik wachten totdat het tij weer omlaag gaat. Want ja, ik kan wel daar overheen naartoe springen, maar Mickey springt net niet ver genoeg om dat in één dubbelsprong of trippelsprong te halen. Dus dat wordt wachten. Hebben we daar nog wat? Ja, e-tickets. En dan hebben we de zak. Laten we dan maar als eerste die zak terugbrengen. En eens zien. En dit is weer een zinkende, omdat hij op zijn kop ligt. Nu hebben we meer dan genoeg tijd. Kunnen we daar en... het tij komt weer omhoog, waardoor deze sprong ook gemakkelijker wordt. Laat ik nog eerst eventjes deze halen, maar en dan geven ze hem zijn spullen terug. Maar natuurlijk is de zak zelf in kwestie leeg. Ja, we moeten wederom... oh ja, we krijgen de stopwatch set weer hier weer. Was ik helemaal vergeten. Oké. Nou, nu hebben we dus die horlogeschets weer terugverdiend. En hierbij eindig ik ook deze aflevering. Ik weet, ik sta niet recht voor een projector, wat ik normaal wel doe. Maar deze aflevering is nu video is wel lang genoeg geduurd. De volgende keer gaan wij dan daadwerkelijk naar een van de piraten bevrijden, zodat hij ons eigenlijk naar de spullen van Billy kan brengen. Zodat wij wederom verder kunnen gaan door naar de jungle, waar Starkey op ons te wachten staat. Ik bedank jullie voor het kijken en ik hoop jullie de volgende keer weer terug te zien. Doei!